Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD van Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim. Met de teamverkeer zijn we vandaag. En we zijn geloof ik teamverkeer Den Haag. Maar dat weet ik niet zeker als we even kijken op onze teamverkeer. Ja, dit is of dan wel Den Haag of Rotterdam. In ieder geval op de badge die we hebben. Ik vond deze wel vet. Dat er teamverkeer op staat en dan zo'n badge. Dus die pakken we vandaag en pakken natuurlijk de Audi daarbij. Het is een regenachtige dag, dat is niet mooi. We gaan lekker de auto in, we gaan ons voertuig controleren en dan gaan we de straat op kijken wat de dienst ons vandaag gaat brengen. Ik zeg tot zo. We hebben geen bijzondere reden voor vandaag opstaan, dus we gaan gewoon lekker patrouilleren. We gaan meteen de snelweg op. Ja, ik moet ze negeren, maar ik zie de witte bolletjes keihard voorbij vliegen. Dus ik weet dat er twee zitten te straatracen. Maar ik, nogmaals, ik moet ze negeren. Ik moet natuurlijk wel schakelen, dat is wel zo handig. Ja, wat heb ik nog aangepast? Dat de knipperende remlichten niet meer er zijn. Eerst knipperden de remlichten altijd van links naar rechts. Dus op het moment dat blauw aanging, gingen de remlichten ook knipperen. Dat is niet meer. Ja, en voor de rest, wat hebben we nog aangepast? Ik heb niks meer aangepast, maar ik heb wel alles gefixt. Want port non de jukes, mijn hele game stopte ermee. Eerst deed het EEP menu het niet meer. Heeft hij een helm op? Ja, hij heeft een helm op. Vervolgens toen het EEP menu het niet meer deed. Toen ja, dacht ik ga morgen wel verder. De dag daarna start. Nee, hij deed het. Weet je, mijn GTA deed het perfect. De dag daarna ik alles opstarten. Alleen EEP menu deed het dus niet. De dag daarna deed niks het meer. GTA deed het perfect. Maar LSPD of al laden niet in. EEP laden niet in. En vervolgens als ik ze probeerde in te laden, gaf die een of andere error aan tot hij ze op dit moment niet kon inladen. Wat rij je potnonnen je langzaam? We rijden hier potnonnen je 40, hé. Pannenkoek. Oh, dat is verkeerde. Volgen gek. Ja, de dag daarna. LSPD of R starten niet meer. EEP starten niet. Wat starten nog niet? Sticky wheels. Gewoon elke plugin die ik had, die deed het niet meer. Vervolgens dacht ik van, nou dan starten mijn PC is opnieuw op, dat moet het vast wel doen. Drie keer raden wat daarna gebeurde, heel rage plugin, hoek start niet meer op. Nou, toen dacht ik, ik heb er geen zin meer in, dus toen ben ik ermee gekapt. En toen heb ik nu alles opnieuw geïnstalleerd. Of ja, eigenlijk gewoon rage plugin hoek opnieuw geïnstalleerd. En dat doet hij allemaal weer. Helemaal top man, we gaan er gewoon vanuit dat hij het blijft doen. Hopen we. We hebben dus nu een voertuig staande, of ja bijna staande. Die zijn we even aan het laten volgen. Want die, ja die reed een beetje heel erg langzaam op de snelweg. Langzaam rijden, daar kun je geen bekeuring voor schrijven. Of ja, nee, oh sorry, jullie zitten nu allemaal niet wel te schreeuwen. Ik geloof dat je niet echt voor het artikel langzaam rijden zeg maar kunt geven. Maar je kunt natuurlijk wel voor gevaarlijk rijgedrag. Want als je 40 gaat rijden waar de rest 120 rijdt of 130 of 100, dat is super gevaarlijk natuurlijk. Dus daar krijgt deze beste mevrouw wel een bekeuring voor. Misschien heeft ze een verklaring, misschien heeft ze ook wel gezopen. Dus ik zie jullie zo als we netjes bij het tankstation stilstaan. Mevrouw staande. Goeiedag. Hallo. Hey. Ik ben Wim. Heeft u voor mij een identiteitsbewijs? Toevallig iets gedronken mevrouw of drugs gebruikt? Ik ben niet verplicht om dat te antwoorden. Oké. Goed. Mevrouw, ik ga je wel even laten blazen. De reden van de staanhouding is namelijk het extreem langzaam rijden op de snelweg. Ik weet niet of u de weg niet kon vinden. Ik weet niet of er iets anders aan de hand was. Maar dit kan natuurlijk echt niet zo. U heeft niks gedronken. Dat is helemaal mooi. Je mag nog even een speekseltest afnemen. En dan gaan we kijken of er iets van drugs in uw speeksel is aangetroffen. Dat is ook niet het geval. U gaat van mij wel een bekeuring krijgen. En ik ga u aanmelden bij het CBR voor een keuring. Of u nog wel mag rijden. Op deze manier, want dit is echt gewoon gevaarlijk. En ik zet hem op dangerous driving.
Daar ben ik al voorbij geloof ik. Ah nee, hier. Dangerous cycling, nee. En nou is het verschil. Careless driving of reckless driving. Nou, dan doen we maar reckless driving, hè. Dus, ik vorder niet het rijbewijs in, maar u moet zich wel gaan melden bij iemand van het CBR om even te controleren van kan dit nog wel zo. Zo, nee, als je dat doet dan raak ik, oh my god. Mevrouw, dit slaat natuurlijk nergens op. Moeten we nou de rijbewijs, oh nee, stoppen jij. Moeten we nou de rijbewijs invoeren of niet, weet je wat, laat maar zitten hier, te gek. Volgen, hoe moet hij ook weer uit? Zo. Wat krijg je? Oeh. Ja, maar ja, dat is niet echt ons gebied. Nee, is niet ons gebied. Kamal mag het oplossen. Citizens reporting, a possible 480. Rijdt alsjeblieft prio 1. Mogelijk voertuigongeval. Ik weet niet of ik nog heb hoor, de pionnen. Ja zeker heb ik ze nog. Yep. Waar spant hij nou? En eerst even zorgen voor een veilige wegafzetting. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. En dan gaan we kijken bij ons slachtoffer. Oh, die leeft niet meer. Meneer, goeiedag, kunt u mij horen? Ik ben Wim van de ambulance. Ambulance, hoor mij nou. Ja, we kunnen beter stoppen. Nee, ik ga de ambulance laten komen. En dat gaan we doen door middel van code 3. Local EMS. OC, vanuit Wim, een korte sitte. Wij hebben hier één slachtoffer in zijn voertuig. We laten hem zitten. We weten niet of hij bekneld zit en of nek of rugletsel heeft. We gaan er verder niet aankomen. We voelen of hij hartslag heeft. Ja, dat heeft die ambulance. Nee, dat heeft trouwens niet. Want de, oh, ambu. Hé, hey, mooie ambu man. Zijn we nog mee bezig? Daar zijn we nog mee bezig. Kalm man, kalm man. Mooi ding. Lekker gewerkt, wandelpikmans. Ja. Oh, en jullie hebben wel goede uniformen aan. Jullie snappen er echt niet meer het leven, hè? Hey, joh, nee, dat is echt een goede manier om je slachtoffer uit een auto te halen na een ongeval. Nou, even kijken wat voor een voertuig we hiermee te maken hebben. Een Monroe. Ik ga het volgende kenteken voor je natrekken. 4, 6, Echo, Echo. Nou, die staan ermee geregistreerd. 2. Hij leeft hier, oké. Beste meneer Pikmans, meneer. Ctrl H werkt dat ook nog? Jazeker. Als je niet met de ambu mee hoeft, dan ga ik jou een taxi laten komen. Hoi, met Wim, taxi graag alsjeblieft. Dankjewel, goedjes thuis. Maar ik wil wel even wat gegevens van jou hebben. En boom is ho, dus boom is blazen. Blazen, 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 blazen. Oma, yo, oeh, so close. Maar het mag geloof ik gewoon. Ja, dus meneer, we gaan met de ambu, met de taxi mee en wij gaan de weg vrijgeven. En ik zeg status 1 of zo. Vrij in ieder geval. Wij gaan hem nog op het... bureau laten komen. Oh, hij wordt aangereden. Is dit zijn dood geworden? Ja, dit, oh nee, hij staat nog op. We gaan hem nog op het bureau langs laten komen. Om daar een verklaring af te leggen.
Maar voor nu laten we dat even en dan kunnen wij weer door. Als het goed is, zou ik gewoon uit het gebied kunnen rijden en gaat die traffic gebeuren ook weg. Yes, toppie man. En zou die ook nog automatisch op status vrij gaan? Nee, dan doen wij dat even. Ja, nou, top afgehandeld toch? Niks meer aan doen. Die heeft verlichting onder zijn auto en dat mag niet. En daar had ik het later met jullie over en jullie zeiden het mag wel, maar het mag niet aanstaan. Ja, nou oké, dit staat aan, dus dit mag niet. Verkeerde knop. Maar waar valt dat onder? Zo kan je voertuig niet... Oh, wat gaan we doen? Zo kan je voertuig geloof ik niet... of in ieder geval door de keur. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 8-1, bravo. Nou, hij is hem niet verzekerd. Bravo, dat is wel helemaal mooi. 8. Voor ons dan. En weer een boefje te pakken. Goedendag, ik weet niet of ik nou met de bestuurder praat. Hallo. Hi. Bestuurder, ik wil graag een rijbewijs. Cemento Gomez, ja. Ik kom even aan deze kant samen, want dan doe ik snel petcheck. Dat is handiger dan dat ik even moet gaan typen. En dan ga ik weer terug staan voor mijn eigen veiligheid. Oké. Okay. Oké, nou waarom is het voertuig niet verzekerd? Ze zegt van nou, ik heb een verzekering voor andere voertuigen om daarmee te rijden, dus dan zal het voor deze toch ook wel goed zijn. Nee, dat is het niet, mevrouw. Ik rijd dus voor mijn bekeuring voor no insurance. En dan wordt het voertuig in beslag genomen, dus je moet erbij lekker uitstappen, lekker puh, lekker door de regen lopen. OC 1201, graag een takkelwaggel. Het beste naar groetjes thuis. Hoi hoi. Voor deze beste auto voertuig ding iets. Toet toet. Yes, stop je man. Alweer een poging mogen we wel. Rijdt alsjeblieft prio 1. Oh, heren, kappen, niet doen. Hallo, 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 hallo. Hey, stoppen nu. Denkt, ik heb geen wapenstok meer. Wat is dit voor een pannenkoekraai, joh? Hey, jij, hoi. Hey, kappen met vechten, handen waar ik ze kan zien. Duidelijk, vooral jij, joh. Wat is hier gebeurd? Zijn jullie beiden oké? Okay? Mijn rug doet een beetje pijn, maar ik denk dat ik wel oké ben. Nou, dat... Ja, wie... Wow, wow, wow. Hey. Bitch. Niet vechten. Wai, yo, vriend. Oh, heb ik niet eens een taser? Ik heb helemaal al mijn wapens niet meer. Waar is die taser? Stun gun. Waarom doet hij niks? Dan doen we maar op deze manier. Even stun gun zoeken. Nee, crash, wat is het? Nou. Zo. Dik is inmiddels getaste en aangehouden. En wij gaan door en wij zien eigenlijk wel een raar voertuig rijden. Enfin, geen raar, het is geen raar voertuig, maar hij doet raar. Dus gaan we het even stopteken geven. Dat is de verkeerde knop. Zo, voorstaan dan. Kan ik hier staan? Ja, ik kan er staan. Ik zet even blauw aan. In ieder geval even verkeer duidelijk gemaakt dat, het, dat we hier staan. Goeiedag meneer. Hi. Mijn naam is Wim. Wat gingen we gewoon doen? Petcheck. Gaan we eens zien. Oké. Okay. Je was een beetje aan het slingeren, heeft hij iets gedronken toevallig? Of heeft hij drugs gebruikt? Hij zegt er beide van, op de ene zegt ik hoef er geen antwoord op te geven en op de andere zegt hij moet ik, ben ik aangehouden of zo. Nee, maar je gaat wel even blazen voor mij. Tot ik stop zeg, dus bla bla bla, oma. Oké, okay, en dan even een speekseltestje afnemen en dan weten we het zeker.
En dan, als dat niet zo is, dan moeten ze weg vervolgen. Dan was hij gewoon met andere dingen bezig. En was het wel zo, dan hebben we hem te pakken op positief rijden op cannabis. En cocaïne, dus jij mag uitstappen en jij bent aangehouden voor rijden onder invloed. Ik ben niet helemaal verplicht en bereid een advocaat en we gaan jou aanhouden. Wat ben ik aan het doen? Ik zie niks. Krit. Graag een transportje deze kant op. Oh, sorry. En ik ga nog even fouilleren. Een collega vraagt om een assistentie. Voor de veiligheid van mijn collega en mijzelf natuurlijk. En van hemzelf. Want als hij een collega aanvalt, dan weet ik niet wat de collega gaat doen. Hij kan hem zomaar neerschieten. Of neerslaan. Of pepperen. Of taseren. Hij heeft in ieder geval met bij zich. Dat is drugs. Dus dat is niet zo mooi. Voertuig laten we hem even afslepen. Mag hij lekker zelf gaan betalen. Maar die kan hier nog blijven staan. Dat is gewoon backspace ingedrukt houden. Nou, weet je wat? Ik ga in zijn achteruit. Ik ga H ingedrukt houden. Yo. En poef. Zo. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga deze video editen, renderen, uploaden heel snel. Want ik ga het weekendje weg. Een weekendje weg. En binnenkort ga ik nog een weekend weg. En nog een weekend weg. En nog een weekend weg. En je raadt het al, nog een weekend weg. Nee, ik heb gewoon heel weinig tijd de komende tijd. Dus dan moet ik even knallen. En ik ga zo meteen nog de trein pakken. En dan kan ik lekker 3 uur in de trein of zo gaan zitten. Dus dat betekent dat ik nu ga afsluiten. Ik ga deze video nogmaals heel snel editen en renderen. En dan kan die in ieder geval wel in het weekend dat ik dus niet thuis ben online komen. En dan hebben jullie toch nog wel om naar te kijken. Ik ga zelfs nog proberen om zo meteen nog een video te maken. En die misschien voor over een paar dagen online te zetten. En als ik dan terug ben, dan kan ik in ieder geval weer even... Heb ik weer wat speling om video's op te nemen. Ik kan niks beloven, maar ik ga mijn best doen. Tot dan.